Ik ben Nick van Ouster, leuk dat je kijkt. Je gaat aan de slag met EPDM en hebt al gezien dat je een aantal gereedschappen nodig hebt. In deze video leg ik je kort uit welke tools dat nou precies zijn. Je allerbelangrijkste vriend is de aandrukroller. De aandrukroller die gebruik je om de EPDM goed aan te drukken als je hem verlijmd hebt op de dakranden. Je hebt daarvoor ook nog de speciale eenarmige knikroller. Deze gebruik je in de 90 graden hoekjes om de EPDM ook goed aan te drukken. Uiteraard moet je het ook op maat maken. Je kan het doen met een mes, maar met een schaar, een speciale EPDM-schaar die goed scherp is, gaat dat net wat preciezer en net wat netter. Dan is er ook een speciale EPDM-pen. En dan zou je denken, waarvoor heb je een EPDM-pen nodig? Deze die is goed zichtbaar op het EPDM. Last but not least, lijm op de randen die breng je aan met contactlijm. En dit kan je opspuiten of met een roller en een beugel. Nu weet je welke producten je waarvoor nodig hebt. Wil je precies weten hoe je de klus kan doen? Kijk dan op houster.com bij onze klushulp of bestel direct en je hebt het morgen al in huis.